Filena. Gaat die bal erin? Ja, en nu? Een schot. En daar is hij dan. Bakker. El Amadi. Nou, dat is een cadeautje. Slordig omgegaan met het balbezit. Ja, en nu? Ja! Die bal komt niet eens in de buurt van het doel. Filena. Geslaagde defensieve actie en het spel gaat de andere kant weer op. Ja, en nu? Hij heeft een sterk schot in de benen. Daar is hij dan. Hij gaat uitstekend langs de man. Ben benieuwd naar het vervolg. Mooi doorgekopt hoor. Daar was hij iets te gretig. Ja, en dan is het buitenspel. Immers. Goeie tackle en opnieuw balbezit dus. Ingooi. Bal gestopt, maar komt terug. Die aanvaller had boze plannen, maar daar steek je een stokje voor. Goed gedaan. En die actie wordt beloond met balbezit. De bal gaat naar de zijkant. Bal is over de lijn inworp. Meijers. Die tackle is correct. Prima gedaan. Over de lijn. Ingooi. Zuiver loon. Tevreden. Slim onderschept door de achterhoede. Die passeer je niet zomaar. Hij gaat ervoor. Het schot wordt geblokt voordat de bal het doel kan bereiken. Immers. Dit wordt menens. Stop de bal, maar het gevaar blijft. Dat is een duidelijke penalty.
zat er niet in inderdaad. Bakker. De voorzet is goed, nu het vervolg. Hij bereikt zijn ploeggenoot, wat maakt die van deze voorzet? De voorzet komt eraan. Ja hoor, goed gevangen. De keeper reageert prima op die voorzet. Ja, en nu? Daar gaat hij. Bal komt terug. Net naast. We gaan rusten bij 2-1. Ik ben benieuwd wat de tweede helft voor ons in petto heeft. Scheidsrechter klaar, spelers klaar, we kunnen weer van start. Voorzet geeft kans. De voorzet belandt bij een verdediger. Nelom. Immers. Boetjes. Kansloze sliding. Hij springt er gewoon overheen. Hij schiet. Gered. Maar de bal komt terug. Bakker. Ja, hij gaat richting doel van de tegenstander. Dus kijken wat hij nu gaat bedenken. Hij wordt op een correcte manier van de bal afgezet. Bereikt die voorzet een medespeler? Immers! Gered, neemt hem op zijn slot. Hij zit erin. De Rijk. Houtkoop. Meijers. Prachtige poging, dat wel, maar niet op doel. Hij strekte zich helemaal uit en hij kon de bal gewoon niet naar beneden koppen. Ze vechten om de bal. Boetjes. Ja, en nu? Dat was gruwelijk mooi. Dat is een duidelijke strafschop. Houdt het hoofd koel. Ja, die zit.
Die strafschop gaat erin. Ze zeggen altijd dat degene die de strafschop neemt alles te verliezen heeft. Maar hij schiet de bal erin en komt dus als winnaar uit de strijd. Er wordt een eenzijdige pot vandaag. Houtkoop. Ja, en nu? En nu doorgaan. De bal kaatst weg en is buiten bereik. Wat gaat hij ervan maken? Kasim Richards. Nee, die bal gaat er niet in. En ze kunnen er ook niet allemaal in, toch? Nee. Hij heeft al gescoord deze wedstrijd, maar deze kunnen we niet tellen. Oh, de scheidsrechter doet ook mee. Jansen. Wie pakt die bal op? En zo raken ze de bal weer kwijt op het middenveld. Schet. Er komt een medespeler op aan de rechterkant. Die tackle is correct. Prima gedaan. Boetjes. Hij gaat uitstekend langs de man. Ben benieuwd naar het vervolg. De tackle was goed, maar levert geen balbezit op helaas. Gaat hij het nu doen? Dit is het. Wat een vaart. Ja, in het net. De keeper kun je niks verwijten. Er was geen verdediger meer in de buurt. Nee, in dit soort situaties kun je als doelman alleen maar hopen dat de aanvaller een foutje maakt. En dat gebeurt niet. Uitstekende aanname en meteen in de hoek prikken. Goed gedaan. Moet je dat zien? Hij herovert de bal met zijn tackle. Kasim Richards. Gaat dit hem worden? Van die verdediger heeft hij geen last meer. Mooi uitgespeeld. Doet hij goed. Met die ingreep voorkomt hij zeer waarschijnlijk een doelpunt. Petje af hoor. Ze strijden om de bal. We krijgen een vrije trap. Nelon. Immers. Scherp verdedigd. Met zulke acties kun je een wedstrijd beslissen. Gert. Goeie tackle en opnieuw balbezit dus. Gert. Jansen. Vanaf de vleugel voorgezet. De voorzet komt bij een verdediger terecht. En die hand. Dat was een prachtig afstandsschot. De afstand naar het doel was groot, maar hij vindt het doel. Wat een schitterend schot van afstand. Hij ramt de bal het doel in.